Welkom. 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 Bienvenue. Welkom. Welkom. Bienvenue. Welkom. Bienvenue. Welkom. Welkom. Mijn naam is Rens van Rossum. Ik wil u van harte welkom heten op de online beurs van Vrede Dodewaard. Ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van de zodenbemesters en graag neem ik u mee langs deze machines. We zien hier verschillende typen staan. Hier een 12 meter ZB3. We hebben hier een 8,70 meter ZB3. En we zien hier onze ZBFE 7,20 meter. Ik zit hier tussen de ZBFE-bemester en de ZB3-bemester. De overeenkomsten tussen deze machines, dat zijn eigenlijk de elementen. De elementen zijn compleet identiek aan elkaar. De verschillen tussen de bemesters, dat zit hem eigenlijk vooral in het frame. De ZB3 bemester is geconstrueerd voor achter onze Vredo zelfrijder en achter de zwaardere tanks. En aan de ZBFE zit een lichte frame gebouwd, zodat deze eigenlijk geconstrueerd is voor de lichtere getrokken tanks. Met een lichtere constructie, flexibele aanbouwmogelijkheden. De ZBFE-bemester is leverbaar in de werkbreedtes 5,20 meter, 6,10 meter en 7,20 meter. Daarbij hebben we nog de keuze tussen 17,5 cm rijafstand of 22,5 cm rijafstand. De ZBFE samengevat, het vertrouwde Vredo dubbele schijvensysteem, flexibele aanbouwmogelijkheden en in een aantrekkelijke prijsklasse. Hier sta ik tussen de ZB3 bemesters. De ZB3 is leverbaar als driedelige bemester of als vijfdelige bemester. De driedelige bemester is leverbaar met werkbreedtes van 7,30 meter tot 9,10 meter. En de vijfdelige bemester is leverbaar als 12 meter bemester. De ZB3 heeft altijd een rijafstand van 17,5 centimeter tussen de schijven. De ZB3 heeft naast een robuust geconstrueerd frame standaard een aankoppeldriehoek, automatische smering. Dus eigenlijk alle zaken die op een professionele zodenbemester aanwezig moeten zijn. De ZB3 is daarmee de standaard op het gebied van zodenbemester. We zien hier een element van een Vredo zodenbemester. Het welbekende dubbele schijvenprincipe. Dat houdt in dat onder alle omstandigheden er een sleufje zonder verdichting in de bodem gemaakt wordt. Vooral de laatste jaren zien we dit als groot voordeel door de drogere periodes in een jaar. En een bijkomend voordeel van het dubbele schijvenprincipe is dat er minder trekkracht benodigd is van het trekkende voertuig. En minder trekkracht is eenvoudigweg minder brandstofverbruik. Doordat de mest bij de wortel van de plant wordt afgelegd, is er betere benutting van de nutriënten in de mest. Hierdoor is minder kunstmest nodig en is er met dierlijke mest een betere gewasopbrengst te realiseren. De elementen zijn individueel opgehangen en maken gebruik van één veer per element. Hierdoor is een perfecte bodemvolging te realiseren. Standaard maken we gebruik van hydraulische afsluiters. Hierdoor hebben we geen versmering van de mest en hebben we een zeer net arbeidsbeeld. Optioneel is de ZB3 uit te rusten met sectieafsluiting. Dat kunnen we hier zien bij deze bemester door middel van de luchtafsluiters. De gunstig geprijsde slijtdelen zijn dankzij de modulaire en eenvoudige bouwwijze gemakkelijk te verwisselen. Ook na jarenlang intensief gebruik behoudt de Vredo zijn hoge restwaarde. Wellicht heeft u in diverse media, zoals in de vakbladen en op internet, al het een en ander voorbij zien komen van onze nieuwe ZB4-bemester. De ZB4 zal de opvolger worden van de ZBFE en de ZB3-bemester. We hebben afgelopen seizoen uitgebreid getest met diverse prototypes. Voor komend seizoen staat gepland om een nulserie te gaan bouwen, naast de bestaande serie ZBFE-bemesters en ZB3-bemesters. We hebben u gemist op de beurzen dit seizoen. De koffie en het biertje houdt u te goed. We hopen u snel weer live te zien. Blijf gezond.